voor het weekjournaal. Hier naast mij Mo Alhaidar. Mo, moreel matchwinner, ondanks een 2-2. Beschrijf eens, hoe begon je aan de wedstrijd? Nou ja, zoals je weet ben ik 4 maanden geblesseerd geweest. 2 keer hamstring scheur erin. Trainer eruit, trainer erbij. En dan zie je op donderdag dat je waarschijnlijk zaterdag gaat starten. Nou, en dan ook weer tegen Rijnsburg, waar het de vorige keer mee begon. Ja, dan wil je zo goed mogelijk wedstrijd spelen. Ja, dat ging heel erg goed. En op een gegeven moment kreeg ik in de 35e minuut een hele simpele terugspeelbal. Wat 10 van de 10 keer goed gaat. Alleen ik had verkeerd ingeschat waar Daan, onze keeper, stond. En ja, op het moment dat hij van mijn voet vertrekt, weet ik eigenlijk dat die speler zo rap is. Dat hij hem eigenlijk al heeft. Nou ja, dan kun je op dat moment wel door de grond zakken. Maar de tweede helft, dan herstel je natuurlijk. Ja. Ik riep het op DVS-TV. Hey, dan maak je je fout wel ontzettend goed. Kun je dat moment nog een keer beschrijven? Ja, kijk, gelijk na dat moment duurde het even 5 minuten voordat ik mezelf echt weer bovenop heb gezet. En op een gegeven moment kom je de kleedkamer uit. Je blijft strijden, die 2-1 valt. Of die 1-2. En dan, zet de trainer dat nog om? Want ja. Jij ging naar voren, hè? Normaal gesproken gaat Basiel altijd mee naar voren. En op dat moment hoor ik Mo spits in. En onderweg lacht Maurice me nog even uit. Ja, vorig jaar bij Hoogland wel vaker gedaan, maar eigenlijk nooit uitgescoord. En voor ik het wist zag ik die rebound. En ik denk, hoe die ook komt, hij moet in ieder geval tussen de palen. En dan moet de keeper hem maar zien te pakken. Nou ja, en ik zie hem zo afdraaien naar de verre hoek. En toen dacht ik, oké, deze is wel lekker. Dat is een lekker gevoel. Ja, dat moet een lekker gevoel geven. Ja, dat is echt een lekker gevoel. Ja, dan probeer je toch, we zitten in een moeilijke situatie op dit moment. Voor mezelf ook, ik kom net terug van blessure. Dan probeer je zo goed mogelijk voor het team te doen. Keihard te werken. En in verdedigend opzicht een bijdrage te leveren. En dan is een punt bij Rijnsburg toch wel verdiend. En ook wel een goed resultaat. Sinds vorige week een nieuwe trainer. Ja. Hoe bevalt die trainer? Hoe is die voor de groep? Ja, het is wel voor ons een cultuuromslag. Maar goed, ik ben een trainer die direct en zegt wat hij denkt, ben ik gewend. Ik denk dat het ook wel verfrissend is. Niks ten nadele van Roeland, want ik denk dat het een fantastische trainer is. Zijn trainingen waren altijd goed voorbereid, zijn verhaal was ook altijd duidelijk. Alleen soms heb je van die momenten dat het dan niet anders kan. Maar ja, wat ik tot nu toe donderdag en zaterdag heb gezien, kort en krachtig en zegt waar het op staat. Misschien hebben we dat als ploeg ook wel nodig op dit moment. Je hebt aangegeven afgelopen week dat je niet verder gaat bij DVS na dit seizoen. Ja. Heb je al is er al belangstelling voor je? Kun je daar wat over melden? Nee, nog niet echt iets definitiefs. Zoals je weet, als op het moment dat het in de kranten op de site komt, dan word je hier en daar gebeld. Maar nog niks van het mooie niveau van DVS. Dus dat is nog even afwachten en ik laat het rustig op me afkomen. Eerst nog even een aantal wedstrijden. Zijn er nog 12? Ja. Vol vuur door voor DVS? Ja, 100% vol vuur. Ik ben een speler die 100% zijn best moet doen om goed voor de dag te komen. En dat zal ik zeker blijven doen tot de laatste minuut. We blijven je volgen als DVS TV en heel veel succes daarbij namens DVS TV. Dank je wel. Helemaal goed. Hey, top, dank je wel. Naast mij Edmond Meijneer. Sinds lange tijd weer speelminuten gemaakt in het eerste. In welke minuut viel je in? Ja, rond de 80e minuut. Oké. En met wat voor opdracht heeft de trainer je het veld ingestuurd? De boel neerzetten. Zorgen dat we de 2-2 gingen maken. En kun je omschrijven hoe dat ging? Nou, volgens mij kregen we een ingooi die op pot werd gedaan. En die schoot op de keeper. En de rebound Mo, prachtig, mooi goal. Okay. Achterin heb jij de boel neergezet, als van ouds? Ja, op dat moment ga je gewoon voor de 2-2. Een punt is gewoon genoeg, daar moet je gewoon tevreden mee zijn over de hele wedstrijd gezien. Dan is gewoon Mo terughalen. Centraal moet je dan niks aan veranderen. Ik ervoor. En dan centrum gewoon dicht houden. Klaar. Okay. Nieuwe trainer. Wat is jouw kijk op de trainer? Je hebt hem kort meegemaakt nog maar.
Wat vind je van de trainer? Natuurlijk, ja, is hij een andere trainer dan Roeland. Roeland meer natuurlijk de ja, hoe moet ik dat zeggen, meer voetbal. Ja, deze staat er iets anders in de zin van de buiten eromheen, dat hij dat ook goed willen hebben, als ik dat zo mag zeggen. Oké. Smaakt het naar meer, die speelminuten? Ja, voor mij zeker, absoluut. Ja, ik ben een voetballerliefhebber in die zin. Ik wil zaterdag spelen en liefst in het eerste. En daar ga ik alles aan doen, ja. Oké. In de tweede gaat het ook goed? Afgelopen zaterdag volgens mij verloren. Oké. Dus dat is minder. Kijk, tweede is gewoon de doelstelling om kampioen te worden. Dus ja, dat zal ook mooi zijn, absoluut. Oké. Bedankt voor dit interview, Edmond. En succes en hoop op meer speelminuten in het eerste. Ja, dat hoop ik ook. Oké. Okay. Dank je wel. Hè. Naast mij, Lars Dekker. Lars Dekker, afgelopen zaterdag tegen Rijnsburg je officiële debuut gemaakt in een competitiewedstrijd voor DVS 33. Hoe voelt zoiets? Ja, dat voelt lekker. Voor zolang het mocht duren. Het was een mooie ervaring. Want je kwam erin in de ongeveer hoeveelste minuut? De 93ste volgens mij. Toen was de stand? 2-2. Oké. Hoe heb jij die wedstrijd beleefd vanaf de bank? Ja, ik denk dat we de eerste helft goed stonden. Weinig weggegeven. Rijnsburg heeft weinig gecreëerd, denk ik, tot aan die eerste goal. En voor je te weten liggen er alweer 2-1, dus dat was, lastig. Maar ja, ik denk dat het een goede teamprestatie was. Tactisch goed en goed terugkomen naar die 2-0 achterstand. Dus al met al een goede wedstrijd, denk ik. Onder het bewind van een nieuwe trainer. Afgelopen donderdag ook meegetraind? Ja, was ook gelijk de eerste keer met de nieuwe trainer. Dus. Wat vind je van de nieuwe trainer? Ja, het is even wennen. Het is, alles wordt gelijk duidelijk neergezet. Dus ja, het is anders, maar ja, soms is anders ook alweer goed. Is dat wat de ploeg nodig heeft, duidelijkheid? Kun je daar wat over zeggen? Poeh, dat vind ik lastig om te zeggen. Nee, dat weet ik niet. Ja, duidelijkheid is natuurlijk altijd goed, maar... Ik kan niet goed aangeven wat de groep wel of niet nodig heeft. Het is natuurlijk nog heel kort. Ja. Dat, en nu hopen op meer speelminuten? Ja, dat is wel het doel natuurlijk. Ja, je moet wel realistisch blijven. Kijk, niet iedereen was ook fit zaterdag. Dus ja, maar goed, ik probeer elke minuut mee te pakken. En dit is een mooi begin, lijkt me. Kijk aan. Nou, succes en gefeliciteerd nog met je officiële debuut. En nou, op naar meer speelminuten. Ja, dankjewel. Gaat allemaal goed komen. Hey!